Yo, Gianlan hier en welkom terug bij F2121 Breaking Point voor aflevering nummer 4. We zijn aanbeland in Mexico. Het volgende scenario staat op het programma. We rijden dus nu als... Ik ben zijn naam even kwijt. Aiden Jackson. Goed. Ik denk dat we een beetje pushen kunnen. Waar is Casper? Ahead of you. Don't worry about Casper, Aiden. Let's just improve your current position. Nou, we moeten dus onze huidige positie zien te verbeteren. Gasly is de eerste. En we vallen een mooi via die buitenkant aan. Weet wel dat het niveau wat laag is. Ik heb per ongeluk op normaal gedrukt. En dat kan ik ook niet meer wijzigen. Of ik moet heel Breaking Point weggooien. En ik vind dat zonde van mijn tijd. Dus Breaking Point gaat dus heel makkelijk verlopen. Mijn excuses daarvoor. Vettel is de volgende. En die heeft blauwe vlaggen van Giovinazzi. Nee, van Kevin Magnussen. In de Haas. Kleine tik op Vettel zijn achterkant. Dan hebben we hem hier al misschien. Hij heeft hier ook zijn overteken op aanstaan. Wij hebben hier slipstream van Kevin Magnussen. En kijk mooi naar die binnenkant. Dat is goed gelukt. Vettel ook gelijk gepasseerd. De volgende heet dan Valtteri Bottas. We rijden als het ware er gewoon naartoe en zijn hem hier al gepasseerd. Hij rijdt op die harde band. Casper is a couple of places up on you. En de volgende heet Daniel Ricciardo. Casper Ackermann zit voor Ricciardo. Maar we zien Daniel eerst rijden. Die moeten wij eerst zien te passeren. Recht een stuk op in ronde nummer 13. Casper naar P8. We kijken hier bij Ricciardo. Maar Ricciardo blokkeert zijn rechterband. En dus is hij hier de sjaak. Nou. Lukt dat? Dat lukt zeker. En dan is de volgende Casper Ackermann die we moeten zien te gaan passeren. Clear from anyone watching, either in the stands or at home, the determination on show from Racing Point and Aiden Jackson today. No, you're not wrong there, Ant. His performance has improved race by race throughout the season, and his driving today impeccable. Here's a test for him now, though, as they head down the main straight. There's a lot of friction between these two, and his teammates after him. Will he budge? Pole position, Aiden. Oh, I've never seen anything like this on a racetrack before. Two teammates wheel to wheel. Keep it clean. Inches separating them and they crash. Oh, they've come together in spectacular style and they're both out of the race. Close the door. Sit down. What the hell was going on out there? We've invested millions in you two. Millions. And look at you both. Acting like a couple of school kids. You've got a lot to prove this year, boy. And you're swanning around like butter wouldn't melt. And as for you, you should know better. I'm disgusted. You should both be ashamed. Brian, not a word. Not a single word. I should fire you both right here and now. You've screwed our chances this season. The team is bigger than you two and your petty squabbles. Grow up! Any more, and you're both out. Do you hear me? I'll finish the season behind the wheel myself if I have to. Both of you, jet out.
Go away. Hey. Hey. So, what did he say? Threatened to fire both of us. He won't. That's not the point. I'll just leave you be. Is Lily okay? Does she know I'm safe? Yeah, she saw you climb out. She's fine. I left her with your mother. Okay, good. You've survived worse, you know? Doesn't make it any easier. Maybe not, but you're not hurt. And you have a family who'll love you. The rest are just details. Yeah. I'll see you later. Is upon us. Some teams confident following pre-season, whilst others still looking for answers. Let's see what the future holds for them as qualifying gets underway here in Melbourne. So, Aidan Jackson in ninth, and Aston Martin still hopeful the youngster can secure a decent position. Let's see how he gets on here. Teammate Casper Ackerman didn't make it through to Q3, narrowly missing out by just 13 milliseconds. You did all you could. If I went out second today, I would have those 13 milliseconds back, no problem. Why do they keep sending me out first? 11th isn't the end of the world, Caspar. You'll make those places back. Yeah, for sure. But I shouldn't have to. I've lost the gear. Push on, Caspar. We're assessing. Just push on best you can. I'll try. We hebben dus een versnellingsbakprobleem. Versnelling 7 is niet beschikbaar. We zitten trouwens in het seizoen 2021. En we moeten de race hierop zien uit te rijden met nog 5 rondes te gaan. Maar dat gaat heel lastig worden omdat een versnelling gewoon niet beschikbaar is. Right, we've looked at the gearbox issue, but I'm afraid there's nothing we can do. Try and drive around it. We'll just have to hope for the best. Remember that you have a lot of torque in these power units, so you should be able to stay in higher gears for a lot of the lap. Blijkbaar kunnen we in hogere gears zitten voor de rest van de ronde. Maar dat betekent wel dat mijn avond naar Gasly op het rechte stuk mislukt is. Ja, Gasly rijdt gewoon weg vanwege dat versnellingsbakprobleem, maar we kunnen hier misschien aan die binnenkant kijken. Jazeker, want we kruisen achterlangs langs en P10 is van ons met nog 4 rondes te gaan. Daar hebben we dan dus Fernando Alonso. En we kunnen wat later dan hem remmen. Kruisen hier ook mooi langs de buitenkant. Dat lukt. Nee, net niet. We komen net iets te kort en schieten ook een klein beetje door vanwege de vuile lucht die van Alonso komt. We hebben ook onze overtakeknop beschikbaar. Maar de versnelling is gewoon, ja, kapot. Niet fijn om mee te rijden. We hebben hier een betere exit dan de Spanjaard. Lukt dat? Dat lukt net niet. We zitten wel op snelheid. Kijk hier naar de buitenkant. Raken een klein beetje de vangrail. En dan kiezen we hier mooi die brutale binnenlijn. En is P9 mooi van ons. De volgende heet Aidan Jackson. Onze teamgenoot. We kijken hier naar die binnenkant. Maar er was geen ruimte. Dan kruisen we hier achterlangs terug. Lukt dat? Dat lukt, maar we hebben een momentje overstuur. Maar toch nog mooi die positie gepakt. En dat is P8 voor ons. Jackson valt terug aan. En verpest hier een klein beetje die exit. En we hebben ook geen versnelling. Jackson kijkt naar de buitenkant. We hebben een momentje wielspin. En helaas de vangrail geraakt. Omdat ik gewoon niet keek waar ik heen moest rijden. We've been looking at the damage. And we think you should be okay to continue. It'll cost us a little bit of time, but we're nearly at the end of the race. Het zou ons een beetje tijd moeten gaan kosten, maar het geeft niks. Want we zitten tegen het einde van de race aan, zegt Jeff. En
Jackson nog steeds op P9. Nog twee rondes fuel remaining. We zitten in ronde nummer 14 van de wedstrijd. We rijden een klein beetje op die curbstone. En dat is gewoon een skate curbstone geworden. Daarmee hebben we onze exit verpest. We moeten gaan verdedigen ten opzichte van Aiden Jackson. Maar P8 is nog steeds van ons. Ondanks dit gearbox probleem. Dus dat is goed om te zien dat we dat kunnen volhouden. En zo pakken we gewoon dubbele puntfinish voor Aston Martin. Jackson lijkt wat af te haken. Het gat is 15e ongeveer. Zit hem echt alleen maar in versnelling 7 dat die niet beschikbaar is. En dat is wel jammer. We gaan de laatste ronde alweer in. Dat betekent dat wij naar een P8 gaan. Of Aiden Jackson moet nog iets heel stoms gaan doen. Of wij moeten het misschien weg gaan gooien en krijgen een corner cutting waarschuwing. Maar het is geen probleem. Nog steeds versnelling 7 niet beschikbaar. En Aiden Jackson lijkt af te haken. Dat gat is 1,2 seconden. Oh, oh, oh. We waren de auto daar klein bijna kwijt. Ik wou zeggen een klein beetje kwijt, maar ik zei kleina. Dat is geen goed woord, maar alsnog een groot moment overstuur. En Jackson zit er nu wel bij. Dat gat is 3/10. Kijk naar de buitenkant, maar daar is geen plek. Verstappen wint de wedstrijd. En wij dan dus gewoon mooi naar een P8. Dat doen we goed. Pakken een dubbele puntenfinish voor Aston Martin. En dan gaan we op naar de volgende wedstrijd. Okay, pick up rubber and bring it home. Terwijl ze uit de auto klimmen, bereidt het team van Red Bull zich voor op het vieren van een welverdiende zege. Nou, wat is er gebeurd met Akkerman? Hij is wel gefinished, maar dat moet toch frustrerend zijn. Bas. Ja, het lijkt door de versnellingsbak te komen. Dat is altijd zuur voor de rijder. Akkerman zal niet blij zijn, maar ik denk dat hij het gezien de omstandigheden erg goed gedaan heeft. Nou, dit is niet het begin dat hij vorig seizoen gewild had. Laten we hopen dat het beter wordt voor hem. De coureurs zijn, as we speak, onderweg naar het podium. Wat een fantastische zege voor het team van Red Bull. Ze hebben het vandaag uitzonderlijk goed gedaan. We zaten de hele race op het puntje van onze stoel. Iedereen van het team, hartelijk gefeliciteerd. Nou, deze aflevering van Breaking Point zit er alweer op, mensen. Een korte aflevering, maar daar kan ik helaas niks aan doen. Heb jij genoten van deze aflevering? Beloon het dan zeker met een like. Heb jij niet genoten? Dislike hem dan. En vertel me ook waarom je hem niet leuk vond. Kan er iets verbeterd worden op deze aflevering? Zet het dan in de comments neer. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam zit in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F2021. Ga verder met Breaking Point en My Team Career Mode.